analyseer in AutoTV elke week samen met een Belgische autojournalist een nieuw model op de markt. Deze week is dat een groene jongen, de hybride Honda Insight. Maar om te kunnen vergelijken, tonen we u eerst de meest bekende hybride, de Toyota Prius, en zijn eigenaar Erik Azijn. Ik heb 3 jaar geleden voor de Prius gekozen omdat ik ergens een ecologisch verantwoorde wagen wou kopen. Dat was op dat moment het model dat daarvoor in aanmerking kwam. Hij verbruikt wel iets meer dan er in de cijfers wordt aangegeven, maar ik schat zo'n 6,5 liter per 100 kilometer en dat is toch echt nog wel heel behoorlijk. Ik vind hem eigenlijk over de hele lijn een hele goede wagen, zeker de beste die ik al ooit gehad heb. Als ik dan toch nog eens een nadeel moet bedenken, dan is het toch wel dat de koffer een stuk kleiner is door het feit dat je dus met die platte batterijen onder de koffervloer zit. En een tweede, minder bekend fenomeen is eigenlijk dat hij zo stil is dat je dus in het stadsverkeer regelmatig de mensen laat opschrikken dat ze de auto gewoon niet voelen komen en plots een auto merken achterin en verschrikt wegspringen. Dus dat komt af en toe wel eens voor. Volgens mij is het toch geen auto voor geitenwolle sokkendragers, want mijn gevoel is dat hij daarvoor te duur is. Dat iemand die dergelijke overtuigingen heeft toch eerder voor goedkopere modellen gaat. Maar nu is er dus de Honda Insight. Iets voor Erik? Je ziet dat hij zich ook helemaal aangepast heeft aan het idee van de Prius. Hij lijkt er eigenlijk geweldig goed op. Alleen lijkt hij mij een ietsje eenvoudiger dan de Prius. Mijn voorkeur gaat toch zeker nog altijd uit naar de Prius. Ja, Tony, jij hebt natuurlijk je geitenwolle sokken aan. Nee, eigenlijk niet. Het zijn katoenen sokken. Want als ik zo bij mijn vrienden ga kijken die nog geitenwolle sokken hebben, ofwel gaan die met openbaar vervoer, ofwel rijden ze nog in een heel oud R4'ke of een Wartburg die ongelooflijk veel vervuilt. Ja. En dat is eigenlijk niet het imago van zo'n auto. Want eigenlijk mensen die zoiets kopen, die doen het voor de technologie. En die doen het ook omdat het hip is. Want het is eigenlijk in om in een dergelijke hybride auto te rijden. Even voor de duidelijkheid, voor de leek, een hybride auto, wat houdt dat precies in? Wel, als je Van Dahl openslaat, daar staat hybride trouwens in, en dat betekent bastaard. En waarom zeggen ze bastaard van zo'n auto? Omdat hij eigenlijk 2 aandrijfbronnen gebruikt. Namelijk een gewone ontploffingsmotor of verbrandingsmotor en een elektrische motor. Vandaar hybride. Kan deze elektrische motor de wagen gewoon aandrijven? Wel, je hebt een verschil tussen full hybrid en mild hybrid. Dit is mild hybrid. Waarom? Omdat de elektrische motor de auto niet kan aandrijven. Hij kan alleen maar helpen. Ja. Terwijl een full hybrid ook elektrisch kan rijden, bijvoorbeeld een Prius. De Prius was natuurlijk de eerste echt bekende wagen met elektrische motor. Deze Insight lijkt er een beetje op. Inderdaad. Als je aan de Japanners, laten we zeggen een Europese look of een Amerikaanse look, die ze in een hybride willen verkopen, dan is het een beetje deze wagen. Nu, het heeft natuurlijk ook te maken met de stroomlijn. Je moet gestroomlijnd zijn, want je wil natuurlijk zo weinig mogelijk energie verbruiken. En je hebt achteraan ook plaats nodig voor de batterijen, voor je elektrische motor. Dus gaat de kont wat omhoog eigenlijk. Is er dan eigenlijk nog veel plaats in de koffer als die batterijen? We zouden dus kunnen gaan kijken, maar volgens mij wel. Dat valt mee. Dat valt nog mee, hè? Ja, absoluut. Ja, en dan heb je natuurlijk langs beide kanten kun je daar de zetels met 1 handomdraai naar beneden gooien. En dan hebben we toch een redelijk mooie laadvloer. Het is natuurlijk redelijk hoog. Is hoog, ja. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat die batterijen eronder zitten. Dus hieronder heb je dus nog een kleine opbergruimte. En als je dat daar dan uitpakt, Vlotjes. Dan zie je daar de batterij zitten en daarnaast heb je natuurlijk nog een opbergruimtetje. Enfin, bon, ze kunnen die batterij moeilijk ergens anders plaatsen dan achterin. Inderdaad. Laten we eens voorin gaan kijken hoe het daar is. Oké, dat is goed. Ja, Tony, je krijgt hier zo wel een typisch Honda-gevoel in dit interieur. Wel een beetje futuristisch toch? Ja, het is een beetje Battlestar Galactica. Ja, en zie ik daar pedaltjes toen achter het stuur? Dat klopt toch niet echt met wat de wagen moet betekenen? Nee, het is een beetje tegen de logica van de auto in die u eigenlijk moet zeggen wat je moet doen. Hè. Maar we hebben wel een CVT-versnellingsbak en die kan je dus niet mee schakelen, tenzij je dus de virtuele versnelling, kun je zeggen, met de pedaltjes bedient. Hè. Ja. Dus, maar dan begin je eigenlijk sportief te rijden, wat natuurlijk volkomen in tegenspraak is met waar deze auto voor gemaakt is. Qua afwerking? Qua afwerking redelijk plastiekerig, maar heel goed afgewerkt, want dat zijn we gewoon van de Japanners en zeker van Honda. Ja. Zullen we er eens mee rijden? We gaan er eens mee rijden. Een
opvallende verschijning toch, deze Insight. Maar het is dus een hybride en daar bestaan nog heel wat vooroordelen over. Veel mensen denken, zo'n elektrische wagen, dat rijdt helemaal anders dan een gewone wagen, maar dat is helemaal niet. Hè? Dat is helemaal niet zo. Ik denk, als je ze niet moest zeggen dat ze in zo'n auto zitten, dat ze dus gewoon ermee kunnen rijden. Natuurlijk heb je die interactie van de auto die je eigenlijk aanzet om ecologisch te rijden, met allerlei gimmicks, zou je kunnen zeggen. Het is ook een beetje Japans uiteraard. Mm-hmm. En dan krijg je bloemetjes en als je dus ecologisch rijdt, krijg je meer bloemetjes en dan krijg je een trofeetje of een kroontje als je heel ecologisch rijdt. Dus gamen eigenlijk terwijl je op de openbare weg zit. Inderdaad, je zou kunnen zeggen dat deze auto voor de PlayStation generatie. En het rijden zelf, want er liggen natuurlijk batterijen in de koffer, dat weegt toch behoorlijk wat. Hoe voelt dat? Ja, maar die liggen laag, dus dat wil zeggen dat je zwaartepunt heel laag is. Dat is goed voor de stabiliteit. En natuurlijk, het is een auto waar je van A naar B moet rijden op een comfortabele manier. Het is geen sportieve auto, dus eigenlijk heeft dat niet zo'n groot belang. Je moet ook rekening houden dat het een vrij goedkope auto is, dat je dus op het chassis van de Honda Jazz zit en niet op het chassis van de Honda Civic. Batterijen moeten natuurlijk opgeladen worden. Stoppen we die wagen gewoon in het stopcontact straks? Wel, deze nog niet. De plug-in hybrids, want dat zijn degenen die jij nu vernoemt, die komen er pas in 2010. Hier wordt de batterij opgeladen door de motor terwijl je rijdt of terwijl je remt. Want eigenlijk door te remmen recupereer je energie waarmee de batterij weer opgeladen wordt. Beetje zoals in de Formule 1. Inderdaad. Is die duur in vergelijking met de Prius of in vergelijking met andere wagens van die categorie? In vergelijking met de Prius is eigenlijk een stuk goedkoper, aangezien dat je moet rekenen op een prijs tussen 20.000 en 25.000 euro afhankelijk van de uitrusting. Maar je hebt natuurlijk recht op een heel belangrijke premie, namelijk 15% van de totale aankoopprijs. Dat wil zeggen dat hij toch al redelijk goedkoop wordt en dat je voor 20.000 euro een dergelijke auto kan aanschaffen. Ja. Met mits een goede uitrusting. Dat wil zeggen dat het ongeveer de prijs is van een basis Golf. Honda Insight is de uwe vanaf €19.790, exclusief milieukortingen. Hij verbruikt gemiddeld 4,4 liter per 100 kilometer, wat overeenkomt met een CO2-uitstoot van 101 gram per kilometer. Jaarlijks betaal je voor de Honda Insight €165,40 aan rijbelasting. Tony, wat is jouw conclusie over deze Honda Insight? Je weet natuurlijk dat ik van de roffen van een boxermotor van een Porsche houd of van het gegorgel van een dikke V8. Maar eigenlijk, als je van A naar B moet rijden in Vlaanderen en meestal in de file staan, is dit een uitstekende auto, want zeer rustgevend. Je komt uitgerust aan en je verbruikt nog niet te veel benzine.